we eieren verkopen bij plaatselijk café, kan je het eigenlijk wel noemen. En hopelijk binnenkort ook meer groenten daar verkopen. Dat is wel leuk. Dus wat zit daarin, David? Nou, die gaan naar een klant. Yep. Lekker dikke kippen. Die wilde graag zelf slachten, dus prima. Ja, let's go. Zo, kippen achterin, kinderen achterin. Eieren achterin. En daar gaan we. De kinderen hebben een verjaardagsfeestje van Feyen. Feyen van Assel, dus die gaan we zo afgooien bij de OM-basis. Dat is hier bij ons huis. Nee, niet echt gooien natuurlijk, afzetten. Dat is nog geen 10 minuten rijden van ons huis. Als we de kinderen hebben afgezet, dan gaan we naar Victory om daar de eieren af te leveren. Nou, de eieren zijn afgeleverd bij Victory en nu gaan we de kippen afleveren. Die stinkt behoorlijk, kan ik je zeggen. Daarom hebben we de ramen ook open. Oeh, wat een lucht. Het personeel heeft met een poot aan elkaar gebonden, dus je kan echt als een bosje kippen achter in de auto. Het is wel grappig hoe dat hier gedaan wordt in Zambia. In ieder geval is het diervriendelijker dan hoe het normaal vervoerd wordt op de fiets. Dan hangen ze op zijn kop aan het stuur en dan raken ze halverwege de rit bewusteloos. Dus deze kip hebben geluk, kunnen we wel stellen. We gaan nu naar town rijden. Hebben we nog eventjes om wat leuk nieuws met jullie te delen ook. Nou, het is ontzettend gaaf. We hadden de afgelopen keer een oproep gedaan. Of er mensen zijn die mee wilden bouwen aan het counseling center door een financiële ondersteuning. En de laatste keer dat we de update gaven, was dat staat op €1150 en nu is alles binnen. Yes! Zo gaaf. Dus de bouw heeft een week stilgelegen en nu zijn we weer begonnen. Dus, ja. Moet af zijn voor de regens. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Het is gewoon zo bemoedigend om. In het begin denk je gewoon, wat een bedrag en hoe gaan we dat doen? Bouw stilgelegd, wat Jan zegt. En dan komt het gewoon voor elkaar. Gewoon echt, we zijn God ontzettend dankbaar. En natuurlijk ook de mensen die gezegd hebben, dit vind ik gaaf, hier ga ik in investeren. Nou, we naderen nu een kruispunt. Dat staat altijd vast. Dus wat er gewoon gebeurt is dat de personenauto's langs de zijkant van de weg gaan. En de vrachtwagens blijven hier in de rij staan. Maar het wordt hoog tijd dat hier een keer wat aan gedaan wordt. Ze zijn ermee bezig, maar ja, ook dat duurt weer even. Oh, mijn man, deze man. Goedemorgen. Rose is vlogging everything. Ali, are you gonna enjoy our chicken? I hope so. I'm sure you I hope they're as good as Jan keeps dragging. For sure, yeah. Iedere week moeten er behoorlijk wat zakken voer komen. Kippen, schapen, paarden. En honden niet te vergeten. Dus dat doen we hier. Ik zal het even laten zien. Dus hier is de opslag van al die dingen. En Jan
komt, geeft hij zijn bestelling door. De man schrijft een bonnetje en dan wordt het zo ingeladen. Dus dat is hoe we dat doen. Wordt achterin de auto geladen. Het voer is ingeladen. Ja, ik ben nog even iemand geld aan het sturen om medicijnen te kopen. Zo handig hier. Zoveel kan met telefoon geregeld worden. True. Doe je gewoon, hoeveel kwartje heb je nu gestuurd? 150 kwartje. Alright, what's next? Shoprite. Shoprite. En ik ook nog eventjes mijn jerrycan laten vullen. Voor onze generator hebben we deze jerrycan altijd als nood achter de hand. En aangezien we hem nu even nodig hebben, gaat die ook gevuld worden. Een mondkapje op je kin helpt heel goed tegen corona, toch? Daarom heet het ook een fake masker. Van Jan mag ik geen chocola kopen. Maar soms... Oh, heb je dat gewoon nodig als vrouw. Jan? Vrouw is aan het betalen. We hebben net ook hier in de supermarkt een kaartje opgehangen van de puppies. Vrouw, hoeveel puppies hebben we nog? We hebben 8 puppies en er zijn er 5 verkocht en de 6e is bijna verkocht. Yay. Thank you, man. Thanks. Wat kijk je serieus? Ja, ik glimlach, maar dat zie je niet onder dat stomme facemasker. Hier links is de lokale fietsenmaker. Als het goed is, heeft hij mijn band geplakt. Even kijken. Is het uitgelopen. Het feestje was eigenlijk om 5:00 afgelopen. Het is nu 5:30. 5:30. En het is toch zeker wel 10 minuten rijden. Maar we hopen maar dat Alice en Gerard het oké vinden. Op het algemeen komen tijden hier niet zo krap in Zambia. Ja. Die fietsenband trouwens, misschien ook interessant. Daar krijgt die man dan voor in zo'n gaatje te plakken. Krijgt hij daar 10 kwartje voor. Als je onderhandelt kan het ook voor 5 kwartje. Dus het zou wel 25 euro cent kunnen. Maar bij sommige mensen heb je gewoon zoiets van, dit is een goede gast. Dus dan gaan we helemaal niet onderhandelen, denk ik. En dan als laatste, omdat het best al een lang filmpje is, hebben we natuurlijk nog een update over hoe het met mijn arm is. En hoe het met je L is. Maar dat bewaren we voor het volgende filmpje. Dus stay tuned. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg. Doei. Wordt iemand ongeduldig?